de KRO de komende winter, dan kom je niet aan een winterslaap toe. Want de KRO laat je niet los met een gevarieerd programma. Danny de Munk speelt Siske de Rat. Een tv-bewerking van de succesvolle speelfilm over een Amsterdamse belhamel. Vanuit de Domtoren in Utrecht, er is meer tussen hemel en aarde. Met Milou van Sprang. Amazone, een fascinerende documentaire over een ontdekkingsreis over en langs de grootste rivier van Zuid-Amerika, de Amazone. Sport kunt u verwachten in Sport op maandag, gepresenteerd door Kees Jansma. Kevin O'Brien en Frank Jambone komen terug en doen hun werk in het holst van de nacht. Gedane zaken nemen geen keer, maar ze komen toch steeds terug in Gedane zaken met Aad van den Heuvel. De Master of Suspense, Alfred Hitchcock, met elke week een kort verhaal. De KRO, een goede keus. We gaan zo direct verder met de laatste aflevering uit de serie Tocht door de Middeleeuwen. Om 6:30 kunt u kijken naar Elvin en zijn boefjes, ofwel de Chipmunks. En om 7:05 een tekenfilmpje in Merry Melodies. Maar nu eerst Tocht door de Middeleeuwen. Het gaat over de periode rond 1400, een tijd waarin de mensen geobsedeerd waren door het lijdensverhaal en het leven na de dood.